in the game. Hallo beste kijkers, hartelijk welkom voor hopelijk weer een spannend potje voetbal. Voor commentaar luistert u naar Jeroen Grütter en naar mij. Ik ben Sigurd de Vos. Vandaag op het programma een duel in squad battles. Dit wordt een ontmoeting. Ik weet het zeker, om van te watertanden, Jeroen. Ja, Sigurd, ik kijk hier enorm naar uit. Ik heb ontzettend veel zin in. Oh, de kans! Schiet dan! Prima actie van de keeper. En dan Rafinha. Oh, wordt teruggelegd. Uitstekende mogelijkheid. Nou, Jeroen, dit is een deftig doelpunt. Een doelpunt van adel. Ja, van niemand minder dan Sir Kenny Dalglish. Wat een fluwele trap is dit, hè. Die paas is werkelijk oogstrelend. En daarmee brengt hij de doelpuntenmaker perfect in stelling. En dan kan hij van dichtbij worden afgerond. En ja, dat is precies wat hier gebeurt. Hier is Bellingham. En dan Sam Kerr. Snijdt daar binnen. Goed gepakt door de keeper. Neymar. Olivier Giroud. Steekbal achter de defensie. En dan Rafinha. Sir Kenny Dalglish. Die bal kan er gewoon in. Het gevaar kan nog altijd oplaaien. Afgevlogen voor buitenspel. Neymar. Ronaldo wordt aangespeeld. De bal gaat rond. Knap hoe ze de rust bewaren bij deze achterstand. En ik mag mezelf meteen corrigeren, want die opbouw gaat niet door. Rafinha met de ruimte voor zich. Legt hem terug. Er zit een tegenstander tussen. Er komt de corner van Neymar in de 16. Goed weggewerkt. Bellingham. Na die tackle is hij de bal kwijt. De bal op eigen helft heroverd. En de scheidsrechter fluit. Ze krijgen een vrije trap toegekend. Een dreigende kopbal. Maar net op tijd gekeerd door de keeper. Jongens, wat een wereldredding. Geweldig. En opnieuw een hoekschop. Even terugkijken hoe die bal in het doel ging.
Messi snijdt naar binnen. En de keeper pakt hem met alle gemak. Bal voor Dennis Bergkamp. Een teamgenote sluit bij. Ronaldo Nazario. Bal veroverd in de eigen 16. Giroud. De bal bij Rafinha. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. De tegenstander zal moeten komen, want anders gebeurt hier niets, vrees ik. Ja, dit is het soort overtreding waarvoor je geel kunt krijgen. Nou, de bezoekers lijken op weg naar de rust met een kleine voorsprong. Jeroen, wat zijn jouw gedachten? Ze moeten er het hoofd bij houden, dat lijkt me duidelijk. Maar we hebben een heleboel goede dingen gezien. En op basis daarvan denk ik dat ze met vertrouwen de tweede helft kunnen beginnen. De in te halen blessuretijd wordt op 1 minuut geschat. Nog steeds aan de bal hier. De eerste helft van deze wedstrijd zit erop. Afgetrapt voor de tweede helft. Een team of the year kijkt tegen een achterstand van 1 doelpunt aan. Goed werk zeg, om hem daar af te pakken. Nu snel eruit komen. Hier is Neymar Junior. De verdedigers moeten zich haasten nu. Deze kan erin. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Houd het hoofd koel, kerel. Heel mooi blok van die speler. Schmeichel. Kevin De Bruyne. Ingeleverd door Team of the Year. Neymar kan verder. Niet gefloten voor die overtreding op hem. Ja, die moet erin. Oh, heerlijk gedaan. Wat een doelpunt. Het verschil is nu 2. En die kans wordt netjes afgemaakt, hoor. Van dichtbij gescoord. Precies op de juiste plek staan, dat is de kunst. Kevin De Bruyne. En dan naar Ronaldo. Hier is Bellingham. Oh, die keeper pakt de bal gewoon. Fantastisch. Ze hebben besloten om een speler van de bank te halen.
Volgens de trainer is het tijd om te wisselen. Opnieuw een hoekschop. Tussendoor kijken we nog even hoe die bal in het doel belandde. Zanetti. Zanetti schiet rechtstreeks in de handen van het doelman. Geen probleem. Bastoni. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Ja, nu kan er een counter komen. Hier is Neymar Junior. Gaat naar Kenny Dalglish. De kans nu uithalen. Goal en wat voor eentje zeg. Ze stonden al ruim voor, maar nu helemaal. Heel mooi om te zien hoe die speler toch weet te scoren. Ondanks het feit dat de verdediger er alles aan doet om dat te voorkomen. Frank Ribéry. Een succesvolle tackle op eigen helft. Sir Kenny Dalglish. Die bal mag erin. Ze zijn nog niet aan de problemen daar. Nou, dat is ook weer opgelost. Kevin De Bruyne. Javier Zanetti. Nog 6 minuten reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Sir Kenny Dalglish. Bal retour aan Neymar. Olivier Giroud. Het schot dan. Goed geblokt dat schot. Sir Kenny Dalglish. Via Goretzka. Deze paas wordt onderschept. Alsof de bal in een touwtje zit. Neymar blijft oprukken. Alaba werkt hem goed weg hier. Munoz. Olivier Giroud. En dan Rafinha. Hij lijkt flink aangeslagen door die tackle hoor. En dat was het dan weer voor vandaag. De bezoekers winnen de wedstrijd. Ik denk eigenlijk dat ze zelden in het probleem... I'm liking the scruff, the hills, cause I'm living my life in the cut. Can't imagine that I'm gonna meet my wife in the club. We gon' see though, I feel like she more of a CEO, or maybe she do.